Mijn naam is Maurice De Klerk en ik stel jullie graag mijn project voor de preliminary cost determination of shell and tube heat exchangers using neural networks. In de industrie wordt het steeds belangrijker om energie-efficiënt en warmte-efficiënt te werken. Men wil overgaan van een systeem waarbij voornamelijk warmte verloren gaat naar een systeem waarbij zoveel mogelijk warmte gerecupereerd wordt. Hierbij is het belangrijk dat een correcte warmtewisselaar ingeschat en geplaatst wordt. Om deze inschatting te maken en aan het begin van een project de initiële kostprijs van zo'n warmtewisselaar in te schatten, kan men verschillende shortcut methodes gebruiken. Mijn project ging er specifiek over of het mogelijk was dit te doen aan de hand van neurale netwerken en machine learning. Maar wat is dit juist? Een neuraal netwerk is een netwerk van rekeneenheden die kan aangepast worden naar een specifieke functie. Dit aan de hand van machine learning er wordt gestart van een grote verzameling warmtewisselaars van allerlei dimensies. Deze worden aan het netwerk gegeven, en aan de hand van machine learning wordt bepaald wat de belangrijke factoren zijn om een goede en correcte inschatting te maken van de grootte van de warmtewisselaar. Na even treinen kan het netwerk zelfs met nieuwe data een goede inschatting maken van de warmtewisselaar of de grootte van de warmtewisselaar. En hieruit volgt dat je ook een goede inschatting krijgt van de initiële kostprijs. Tijdens mijn project heb ik niet alleen gekeken hoe ik dit netwerk kon opstellen en optimaliseren, maar heb ik deze ook vergeleken met de andere voorgaande shortcut-methodes die vooral lineaire verbanden gebruikten. Hieruit is gebleken dat het gebruiken van een neuraal netwerk wel degelijk beter werkt en dus in de toekomst nog verbetering kan bieden in de initiële kostprijsbepaling.